Er staat een kerstboom in de kamer. Het was gewoon een boom, maar nu is hij versierd. Er hangt een ster voor het raam en ik sta iedere avond bij de boom. Het is nog lang geen tijd om naar bed toe te gaan, want de kaarsjes zijn aan. Kerstboom, kerstboom, lichtjes in het donker. Kerstboom, kerstboom, stralen in het rond. En alle klokken zingen, ze zingen dat de kerstman komt. De boom zit vol met mooie dingen. Aan ieder takje hangt een ring van chocola. En bijna bij het plafond draait een engeltje rond wanneer je blaast. Ik hoor een liedje dat ik al vaak heb gehoord en ik ken ieder woord. Kerstboom, kerstboom, lichtjes in het donker. Kerstboom, Haasje en Rammelaar zaten bij de kerstboom. Het was bijna kerstmis. De kerstboom was heel mooi versierd, met ballen en slingers en engelenhaar. Op de punt stond de piek met een grote strik eromheen. Mama Haas had ook een heleboel kransjes van chocola in de kerstboom gehangen. En op bijna ieder takje stond een wit kaarsje. De kaarsjes waren aan, want buiten was het al donker. Haasje en Rammelaar zaten er met open mond naar te kijken. De lichtjes schitterden en als je door het engelenhaar heen keek, zag je allemaal sterretjes. Haasje keek in een van de glimmende kerstballen. Eerst schrok ze, maar al gauw moest ze weer lachen. Kijk eens, Rammelaar, zei ze, ik heb een gek gezicht met een hele lange neus. Rammelaar luisterde niet echt. Oh, zei hij alleen maar. Hij had een chocoladekransje ontdekt dat hij zo kon pakken. Als hij op zijn tenen ging staan, kon hij er net bij met zijn handje. Hé, hey, wat zie ik daar? Rammelaar schrok. Het was mama Haas die achter hem stond. Mag ik een chocoladekransje? Stamelde Rammelaar blozend. Mama Haas moest een beetje lachen. Oh nee, zei ze, zo vlak voor het slapen gaan wordt er niet meer gesnoept. En bovendien mag je niet zomaar pakken, dat weet je toch wel, als de kerstman dat ziet. Rammelaar keek een beetje beduust, maar Haasje vond het wel spannend. Waar komt de kerstman vandaan? Vroeg ze. Mama Haas haalde een dik boek uit de boekenkast en begon erin te lezen. Ah, hier staat het. De kerstman komt uit Lapland, bij de Noordpool. Hij woont in de berg die kan horen, want daar hoort hij de stemmen van alle kindertjes op de hele wereld. Rammelaar haalde opgelucht adem. Dus de kerstman kan ons niet zien, zei hij hoopvol. Mama Haas schudde haar hoofd. Dat had je gedacht. De kerstman wordt geholpen door de kaboutertjes, die bij alle kinderen gaan kijken. En dan vertellen ze de kerstman wat ze hebben gezien. Rammelaar slikte. En als het kerstmis wordt, rijdt de kerstman met zijn arreslee door de lucht en brengt feest bij alle mensen. En cadeautjes,
jubelde Rammelaar. Mama Haas glimlachte. Alleen als je niet ondeugend bent en op tijd naar je bedje gaat. Hup, wassen, tandjes poetsen en slapen. Even later lagen Haasje en Rammelaar in hun bedje. Na een poosje vroeg Rammelaar. Haasje, slaap je al? Bijna, zei Haasje. Rammelaar dacht na. Hij zou best eens in een arreslee door de lucht willen rijden. De kerstman bofte toch maar dat hij zo de cadeautjes mocht rondbrengen. Zou de kerstman zelf wel eens een cadeautje krijgen? Hij zou het tenminste vragen. Weet je wat ik ga doen? Oh, Haasje, zei Rammelaar met een geeuw. Ik ga de kerstman een mooie tekening en een brief sturen. Maar Haasje gaf geen antwoord. Ze sliep al lekker. Hij krijgt nooit een kaartje of een lekker taartje. Hij geeft alles weg, ja dat doet hij echt. En toch zegt niemand dankjewel. In zijn slee met vleugels trekt hij aan de teugels. Hij is geen avondvrij en hij komt ook bij mij. Lieve kerstman, mag ik een keer met de slee heen en weer van de Noordpool naar de Zuidpool. Na al die jaren een baard van witte haren. In zijn rode pak vliegt hij over het dak en bladert in zijn grote boek. Alle kleine mensen hebben grote wensen. En bijna elke brief begint met alsjeblieft. Lieve kerstman, mag ik een keer met de slee heen en weer van de Noordpool naar de Zuidpool, zo weer naar mijn bedje toe, want ik ben een beetje moe. Lieve kerstman, mag ik een keer met de slee heen en weer van de Noordpool naar de Zuidpool, zo weer naar mijn bedje toe, want ik ben een beetje moe. Haasje sliep als een roosje. Ze had zich lekker knus opgerold en haar dekbedje over zich heen getrokken. Ze droomde vast en zeker over iets leuks. Rammelaar kon niet slapen. Hij moest steeds denken aan de kaboutertjes van de kerstman. Die waren overal, had Mama Haas verteld. Rammelaar probeerde in het donker te kijken of er misschien ook kaboutertjes in de kamer waren. Maar Rammelaar zag geen ongewone dingen. Of toch? Tussen de poppen op de plank zag hij een pop die hij niet kende. En die pop leek op een kaboutertje. Rammelaar schrok ervan. Hij moest Haasje wakker maken. Haasje, Haasje, fluisterde Rammelaar en hij schudde zijn zusje heen en weer. Haasje wreef in haar ogen. Wat is er toch, Rammelaar? Ik sliep net zo lekker. Rammelaar wees op het kaboutertje. Daar, kijk dan, een kaboutertje op de plank. Haasje ging rechtop zitten en keek de kamer rond. Ik zie er niet één, ik zie er wel zeven, riep ze verbaasd. Het kaboutertje op de plank sprong tussen de poppen vandaan. Kom maar tevoorschijn, jongens, riep hij. Ze hebben ons gezien. Hij liep naar Haasje en Rammelaar toe. Dag Haasje, dag Rammelaar, zei hij beleefd. Ze noemen mij Speklapje, omdat ik een beetje dik ben, begrijp je wel? Haasje en Rammelaar moesten meteen lachen. Zijn jullie de zeven dwergen? Vroeg Haasje. Boe, klonk het uit alle hoeken van de kamer. De kaboutertjes waren beledigd. De zeven dwergen, altijd weer die zeven dwergen, zuchtte Speklapje. De zeven dwergen zijn uit een sprookje, maar wij zijn de kleine lapjes uit Lapland. En wij bestaan echt, kijk maar.
En om het te bewijzen trok hij Rammelaar aan zijn oor. Het deed gelukkig geen pijn. Wat doen jullie helemaal hier? Vroeg Haasje nieuwsgierig. Speklapje haalde zijn schouders op. Wij zijn overal, maar wat we doen, dat moet je aan de kerstman vragen. Ondertussen waren ook de andere kaboutertjes om Haasje en Rammelaar heen komen staan. Ze hadden allemaal grappige namen. De oudste was Roodlapje, die een rode puntbaard had. Smeerlapje maakte altijd vieze vlekken in huis. En Poetslapje, die ruimde altijd alles keurig op. En dan was er nog Voortlapje, die iedereen voor de gek hield. En Runderlapje, die altijd domme dingen deed. In de hoek van de kamer stond een kaboutertje heel zielig te snikken. Haasje liep naar hem toe en sloeg haar armpje om hem heen. Wie ben jij en waarom moet je zo huilen? Vroeg ze. Ik ben Smartlapje en ik ben verdrietig omdat de kerstman boos op ons is. Grote tranen biggelden van zijn wangetjes op de grond. Opeens waren ook de andere kaboutertjes erg stil. Ja, het is zo, zei Speklapje tegen Rammelaar, die er niets van begreep. Ober, de lievelingspinguïn van de kerstman, is plotseling verdwenen. De kerstman denkt dat wij het gedaan hebben, maar dat is niet waar. Boe, riepen alle kaboutertjes weer in koor. Wij weten waar Ober is. Ober is bij de ijsprinses op visite, maar de kerstman wil niet naar ons luisteren. De kaboutertjes krijgen altijd de schuld. Nu stonden alle kaboutertjes met tranen in hun ogen. Toe, niet huilen, zei Rammelaar. Wij zullen de kerstman wel vertellen wat er is gebeurd. Haasje knikte. Speklapje maakte een sprongetje van blijdschap. Oh, dat zou geweldig zijn. Dan is de kerstman niet meer boos op ons. Afgesproken, zei Rammelaar. We gaan eerst slapen en dan gaan we naar Lapland. Even later lagen ze weer in hun warme bedje. Haasje wilde nog iets vragen aan Speklapje. Maar alle kaboutertjes waren floep verdwenen. Welterusten, Haasje, morgen gaan we naar de kerstman. Welterusten, Rammelaar, morgen gaan we naar Lapland. Iedereen is wel eens een zorgen kwijt. En dan zegt iedereen, hoe kan ik dat vergeten? En wat een pech, mijn kettingje is ook al weg. Waar het gebleven is, dat wil ik wel eens weten. Dat hebben de kaboutertjes gedaan. Dat hebben de kaboutertjes gedaan. De kaboutertjes. De kaboutertjes. Dat hebben de kaboutertjes gedaan. Dat hebben de kaboutertjes gedaan. De kaboutertjes weten waar al je spulletjes staan. Ongeluk, er valt zomaar een boordje stuk. En mijn pyjama broek zit vol met zwarte strepen. Hey, wat gek, de tennisbal is ook al lek. En hoe mijn schoen verdween, dat heb ik nooit begrepen. Dat hebben de kaboutertjes gedaan. Dat hebben de kaboutertjes gedaan. De kaboutertjes. De kaboutertjes. Dat hebben de kaboutertjes gedaan. Dat hebben de kaboutertjes gedaan. De kaboutertjes weten waar al je spulletjes staan. Dat hebben de kaboutertjes gedaan. De kaboutertjes.
Haasje en Rammelaar waren vroeg uit bed. De huiskamer rook naar dennennaalden en alle chocoladeringetjes hingen nog steeds in de kerstboom. Ik heb vannacht zo leuk gedroomd, zei Haasje, terwijl mama Haas een boterham stond te smeren. Over kaboutertjes, het was net echt. Rammelaar keek verbaasd naar Haasje. Het was ook echt, zei hij. Je weet toch nog wel wat we hebben beloofd? Haasje knikte. Nu wist ze het weer. Ze zouden naar de kerstman in Lapland gaan om hem te vertellen waar Ober de Pinguïn was gebleven. Mama Haas glimlachte toen ze het hele verhaal had aangehoord. En na het ontbijt ging ze Rammelaar helpen met een brief. Lieve kerstman, hoe gaat het er nu mee? Zei Rammelaar plechtig. Mama Haas schreef het op gekleurd papier. Ondertussen was Haasje aan een mooie tekening begonnen. Er waren een heleboel dennenbomen en kaboutertjes op te zien. En ook een arreslee met een rendier ervoor. Haasje wist niet zo goed hoeveel poten een rendier heeft. 4, wist mama Haas. Een rendier heeft 4 poten. Haasje had er 2 te veel getekend, maar dat gaf niet. Dan kon het rendier nog harder rennen. Toen de brief en de tekening klaar waren, kreeg Rammelaar ineens een idee. Mogen we de brief zelf naar de post brengen? Vroeg hij aan mama Haas. Het mocht. De post was vlakbij en ze hoefden niet over de drukke straat te lopen. Even later stonden Haasje en Rammelaar in het postkantoor. Ik heb een plan, Haasje, fluisterde Rammelaar. We gaan gewoon met de post mee naar Lapland. Wat was Rammelaar toch slim. Er waren veel mensen in het postkantoor, maar niemand zag dat Haasje en Rammelaar zich in de postzak voor de kerstman verstopten. Daar zaten ze tussen de brieven en kaarten. De postzak werd met een vrachtauto naar het vliegtuig gebracht, want Lapland ligt bij de Noordpool en dat is heel ver weg en ook heel erg koud. Gelukkig hadden Haasje en Rammelaar een dikke trui aan. Ze waren nog nooit in een vliegtuig geweest, dus het was wel een beetje eng. Maar ze waren niet bang en natuurlijk ook nieuwsgierig hoe dat ging, vliegen. Het vliegtuig was klaar om te vertrekken. Voel je dat, Haasje? Zei Rammelaar. We gaan heel hard naar voren. Oh, wat is dat nu? Piepte Haasje. Ik kreeg ineens zo'n gek gevoel in mijn buik. Het lijkt wel of we omhoog gaan. Ze gingen omhoog. Na een poosje vliegen staken Haasje en Rammelaar hun hoofd uit de postzak om naar buiten te kijken. Kom eens kijken, Rammelaar. Ik kan ons huis zien, riep Haasje. Kijk maar daar. En ze wees met haar vingertje. Rammelaar drukte zijn neus tegen het raampje aan. Nu vlogen ze al helemaal boven de wolken. De motor van het vliegtuig zoemde alsmaar door. Haasje en Rammelaar kregen slaap van dat geluid. Dus kropen ze weer in de postzak om een dutje te doen. Rammelaar snurkte nog harder dan de motor. En Haasje droomde dat ze een wolkje was. Boven de wolken zitten we allemaal op een stoel. We kunnen eten, drinken en een liedje fluiten. Achter het stuur zit de piloot, die heeft een pet. En hij kijkt altijd door een heel groot raam naar buiten. Vliegtuig, vliegtuig. Vliegen als een vogel in de lucht. Vliegtuig, vliegtuig. Na een poosje vliegen wil ik weer terug. Boven de wolken is de hemel altijd blauw. En beneden zie je allemaal kleine mensen. Als je omhoog kijkt, lacht het zonnetje naar jou. Er is zoveel ruimte als je maar kan wensen. Vliegtuig, vliegtuig. Vliegen als een vogel in de lucht. Vliegtuig, vliegtuig. Na een poosje vliegen wil ik weer terug. Dan kan ik lekker lopen. Buiten spelen als ik.
Rammelaar deed zijn ogen open. Waar ben ik? Vroeg hij. In het vliegtuig, zei Haasje. We zitten in de postzak, weet je nog wel? Door het vliegtuig klonk een zware mannenstem. Hallo, hallo, dit is de piloot. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. En dan gaan we nu landen. En ja hoor, het vliegtuig ging weer naar beneden. Rammelaar werd meteen weer vrolijk. Vliegen is leuk, maar op de grond is toch ook fijn? Boink, het vliegtuig schudde. We zijn geland, zei Haasje. We zijn in Lapland. Even later werd de postzak uit het vliegtuig getild en in een grote postauto gezet. Toen de auto eenmaal op weg was, kropen Haasje en Rammelaar uit de postzak om even rond te kijken. Door een gaatje konden ze de meneer achter het stuur zien en door de raampjes konden ze gewoon naar buiten kijken. Ze waren in de buurt van de Noordpool, dat kon je wel merken. Overal lag sneeuw en ijs. Kijk eens, zei Haasje, zoveel sneeuw heb ik nog nooit gezien. Bij ons valt niet zoveel sneeuw, klaagde Rammelaar. We kunnen in de winter vaak niet eens een sneeuwpop maken of sneeuwballen gooien. Maar hier ligt genoeg, vulde Haasje aan. Haasje en Rammelaar keken verlangend naar de sneeuwbergen. Wat zouden ze graag even in de sneeuw spelen. Ze bleven nog een hele tijd doorrijden, totdat de postauto stopte aan de rand van een groot dennenbos. Die meneer achter het stuur gaat even zijn boterhammen opeten, zei Haasje, nadat ze door het gaatje had gegluurd. Mooi zo, zei Rammelaar, en hij deed voorzichtig de deur van de auto open. Even later vielen Haasje en Rammelaar over elkaar heen in een grote berg sneeuw. Wat een plezier hadden ze met z'n tweetjes. Ze waren zo druk aan het spelen dat ze geen last hadden van de kou. Er stonden hoge dennenbomen vol sneeuw in het bos. Toen Rammelaar een sneeuwbal tussen de takken gooide, viel er plof een grote berg sneeuw bovenop zijn hoofd. Je ziet eruit als een slagroomgebakje, lachte Haasje. Rammelaar vond het niet leuk om uitgelachen te worden. Hij zou trouwens best een gebakje lusten, of een boterham met hagelslag. Laten we maar teruggaan naar de auto, sipte hij. Komt niks van in, riep Haasje uitdagend. Ik wil een sneeuwballengevecht. En pats, daar kwam de eerste sneeuwbal tegen het been van Rammelaar aan. Dat liet Rammelaar niet op zich zitten, en al snel vlogen de sneeuwballen door de lucht. Haasje en Rammelaar dachten niet meer aan de postauto. Ze dachten alleen nog maar aan sneeuwballen. Pas na een heleboel keertjes gooien vielen ze moe gespeeld onder een boom in slaap. Dit is de sneeuwballenboogie, de sneeuwballenboogie. Er ligt zoveel sneeuw dat ik er 100 maken kan. Dit is de sneeuwballenboogie. Kan gooien om een hoekie. En ik heb het echt niet koud, want ik krijg het er warm van. Dit is de sneeuwballenboogie. De hele tuin is wit, alsof er verf op zit. Het heeft gesneeuwd en het heeft gevroren. Ik mag naar buiten gaan met dikke wanten aan. Sneeuw en dan maak ik er ballen van. Dit is de sneeuwballenboogie, de sneeuwballenboogie. Er ligt zoveel sneeuw dat ik er 100 maken kan. Dit is de sneeuwballenboogie, ik kan gooien om een hoekie. En ik heb het echt niet koud, want ik krijg het er warm van. De sneeuwballenboogie. De winter duurt maar kort, voor het weer lente wordt. Dan wordt het warm en het ijs wordt water. Dat vind ik heus niet erg, ik maak een hele berg. Zo heb ik meer dan genoeg voor later. Ik pak de sneeuw en dan ballen van. Dit is de sneeuwballenboogie, de sneeuwballenboogie. Er ligt zoveel sneeuw dat ik er 100 maken kan. Dit is de sneeuwballenboogie, ik kan gooien om een hoekie. En ik heb het echt niet koud, want
Terwijl Haasje en Rammelaar onder een besneeuwde boom een middagdutje deden, zat de kerstman triest in het vuur van de haard te kijken. Ober, mijn lieve obertje, waarom ben je nou weggelopen? Zei hij alsmaar zacht. De vrouw van de kerstman zuchtte. Wat had ze een medelijden met de kerstman. Alsjeblieft, lieve kerstman, neem een lekker kerstkransje, zei de vrouw van de kerstman bezorgd. Of een sneetje stol met spijs, daar houd je toch zo van? De kerstman schudde verdrietig zijn hoofd. Nee, dankjewel, mompelde hij alleen. Hij miste Ober de pinguïn zo erg. Ober was altijd bij hem. Bij het inpakken van de cadeautjes zocht hij altijd leuk papier uit en niemand kon zulke mooie strikken maken als Ober de pinguïn. Wil je dan misschien chocolademelk? De vrouw van de kerstman stond al op om een pannetje rendiermelk op het vuur te zetten. Maar de kerstman had helemaal geen trek in chocolademelk. Hij had liever de chocolademelk die Ober altijd voor hem maakte. De chocolademelk van Ober de pinguïn. Oh la la, dat was pas chocolademelk. De vrouw van de kerstman was de liefste vrouw van de hele wereld. Maar chocolademelk was niet haar sterkste punt. De kerstman zuchtte diep. Hoe kon hij nou kindertjes blij maken als hij zelf zo ongelukkig was? Maar lieve kerstman, zei de vrouw van de kerstman. Wie weet is Ober de pinguïn helemaal niet weggelopen. De kerstman keek haar vragend aan. Wie weet is hij er alleen even uit voor een wandelingetje. Of misschien is hij gaan zwemmen. Je weet hoe graag hij dat doet. De kerstman dacht na. Ober de pinguïn zou toch niet zomaar weggaan? Had hij misschien iets lelijks tegen Ober de pinguïn gezegd en was hij daarom vertrokken? Maar hoe de kerstman ook nadacht, hij kon geen reden vinden. Hij was erg vergeetachtig de laatste tijd. Dat kwam vast door het harde werken. Er moesten nog zoveel pakjes gemaakt worden en het was al bijna kerstmis. Hij werd ook zo humeurig van die drukte, zoals laatst tegen de kaboutertjes. Daar had de kerstman echt spijt van. Verdrietig stond de kerstman op. Ik ga de post maar eens ophalen, zei hij. Waar is mijn muts? Ik denk dat ik hem het laatst in de cadeautjeskamer heb gezien, zei de vrouw van de kerstman behulpzaam. De kerstman ging naar de cadeautjeskamer. Hij zocht tussen de teddyberen, achter de autootjes, bij de plakplaatjes en hij haalde de hele bak met dierentuindieren overhoop. Maar zijn muts kon hij niet vinden. Was Ober de pinguïn maar hier. Die wist alles te vinden, ook zijn rode muts. De kerstman was radeloos. Maar toen hij op zijn hoofd wilde krabbelen, voelde hij opeens zijn muts. Hij had zijn muts gewoon op. Verhip, zei hij, ik vergeet ook alles. Nee, de kerstman was niet de oude. Hij hoorde ook geen kinderstemmetjes meer. Dus kon hij ook niet weten dat Haasje en Rammelaar naar Lapland waren gekomen en onder een boom in slaap waren gevallen. Ober de pinguïn is weg. Zomaar met de noorderzon verdwenen. Hij nam toch niet zomaar de benen. Ober de pinguïn is weg. Hij heeft een strik en een jasje. Hij heeft een grappig waggelbaasje. En ik schaam me er niet voor dat ik hem mis. Omdat hij de allerliefste ober is. Zomaar naar ik weet niet waar vertrokken. Hij liep hier daarnet nog te sjokken. Ober de pinguïn is weg. Schamen.
De wind waaide door het winterbos. Haasje en Rammelaar lagen onder een witte dennenboom te slapen. Wat waren ze moe van het sneeuwballen gooien. Het begon al een beetje te schemeren toen Rammelaar zijn ogen opendeed. Hij had het koud gekregen. Slaperig keek hij om zich heen. Lapland was wel erg fris. Haasje sliep nog lekker. Als ze uitademde, zag je een wolkje, maar er stonden geen lettertjes in, zoals in de boekjes thuis. Ze leek net op een puffend treintje. Rammelaar moest erom lachen. Een treintje midden in het bos. Het bos was nog mooier dan op de tekening voor de kerstman. De brief! Nu schrok Rammelaar pas goed wakker. Haasje, vlug, we moeten weer naar de postauto. Haasje sprong meteen op en samen renden ze terug. Maar de postauto was al weg. Beteuterd stonden Haasje en Rammelaar op de lege plek. Alleen de sporen van de wielen waren nog in de sneeuw te zien. Nou, moe, zei Rammelaar, dat schiet niet op. We zullen moeten lopen, Haasje. Ja, maar ik heb het koud, zei Haasje klappertandend. Dan gaan we hardlopen, stelde Rammelaar voor. Haasje en Rammelaar begonnen door de sneeuw te ploeteren. Maar ze konden niet goed zien waar ze liepen, want het werd snel donker. We kunnen maar beter in het bos blijven slapen, zei Haasje moedig. Dat vond Rammelaar ook. We moeten wel een dak boven ons hoofd hebben, ging Haasje verder, want het waait zo koud. Haasje en Rammelaar bouwden een hutje van sneeuw, zoals de Eskimo's dat deden. Ze maakten grote blokken van sneeuw en legden ze op een stapeltje. Wat mooi is ons ijshockey, zei Haasje trots toen het klaar was. Laten we maar gauw naar binnen gaan. Even later lagen Haasje en Rammelaar dicht tegen elkaar aangekropen in hun huisje van sneeuw. Zo hadden ze minder last van de kou. Haasje geeuwde. Ho! Haar oogjes vielen al bijna dicht. Ik kan niet slapen, zei Rammelaar na een poosje. Zijn buikje knorde van de honger. Thuis maakte mama Haas altijd lekker eten. Daar moest ze nu heel erg aan denken. Ik hoop dat mama Haas zich geen zorgen maakt, zei Rammelaar zachtjes. Buiten hoorden Haasje en Rammelaar allerlei geluiden van het bos. De takken kraakten als de wind er doorheen blies. Af en toe hoorden ze een vogel fladderen. Die had vast ook honger nu het zo koud was. Nu begrepen Haasje en Rammelaar ineens waarom mama Haas in de winter altijd nootjes en spek buiten hing. Dat was natuurlijk voor die arme vogeltjes. Haasje sloeg haar arm om Rammelaar heen. Laten we gaan slapen, Rammelaar. Morgen gaan we de kerstman zoeken. En zo vielen ze in slaap. Winter in het bos, dat is echt geen pretje. Wolkjes uit je mond en je neus is nat. Ik ga gauw naar binnen, naar mijn warme bedje. Moet mijn voetjes vegen op de kokosmand. De waterdruppel spatte uiteen op de neus van Haasje, die meteen wakker schrok. Ze rekte zich eens lekker uit. Waar was ze ook alweer?
Oh ja, in een hutje van sneeuw. Drup, drup. Haasje keek omhoog om te zien waar al dat water vandaan kwam. Ze zag het meteen. Rammelaar, Rammelaar, wakker worden. Ons ijshockey smelt in de zon. Ik heb honger, geeuwde Rammelaar. Haasje kon er ook niets aan doen. Laten we de kerstman maar gaan zoeken, zei ze. Wie weet vinden we onderweg iets te eten. Haasje en Rammelaar volgden de sporen die de postauto in de sneeuw had gedrukt. Rammelaar keek naar de dennenbomen. Er hingen geen chocoladekransjes aan de takken, zoals bij de kerstboom thuis. Er viel een dennenappel naar beneden, maar die smaakte lang niet zo lekker als een gewone appel. Rammelaar zuchtte. Kijk eens, daar bij die boom, riep Haasje plotseling. Allemaal nootjes. En inderdaad, onder een grote boom lagen allemaal lekkere nootjes. Haasje en Rammelaar smulden hun buikje vol. Zo, nu hebben we tenminste geen honger meer, zei Rammelaar tevreden. Ze liepen het hele bos door, totdat de bomen ophielden. Daarna kwamen ze op een grote witte vlakte. Het werd kouder. Brrr, bibberde Rammelaar, het lijkt de Noordpool wel. Het is de Noordpool ook, Suffie, lachte Haasje. En ze trok de muts die mama Haas voor haar had gebreid over haar oren. Het begon te sneeuwen. Eerst een paar grote vlokken, toen nog meer en toen heel erg veel. De wind blies de sneeuw voor zich uit. Jeetje, Haasje, zei Rammelaar, we zijn in een sneeuwstorm terechtgekomen. De sporen van de postauto sneeuwden langzaam dicht. En even later waren er geen sporen meer. Laten we maar gewoon doorlopen, zei Rammelaar dapper. We moeten daarheen. En hij wees met zijn handje recht vooruit. Haasje knikte. Rammelaar zou de weg wel weten. Zo sjokten ze een tijdje achter elkaar. De wind blies de sneeuw in hun gezicht. Kijk, voetsporen, riep Rammelaar opeens. Haasje haalde opgelucht adem. Dankzij Rammelaar waren ze niet de verkeerde kant op gegaan. Maar toen ze eens goed naar die voetsporen keek, begon ze haast te huilen. Joddomme Rammelaar, dat zijn onze eigen voetstappen. We hebben al die tijd in een kringetje gelopen. Haasje en Rammelaar wisten niet meer waar ze waren. We zijn verdwaald, jammerde Haasje. Wat moeten we nu doen? Rammelaar wist het niet. Wanhopig keek hij om zich heen, maar alles was hetzelfde. Wit. Welke kant moesten ze nu uit? In de verte zag hij een boom. Laten we maar naar die boom lopen, zuchtte Rammelaar. We schuilen tot de sneeuwstorm voorbij is. Toen ze dichterbij kwamen, zagen ze dat het een holle boom was. Hebben we toch nog een beetje geluk, zei Haasje. Ze kropen in de holle boom. Het was er best knus. Haasje had nog wat nootjes bewaard en die peuzelden ze samen lekker op. En daarna vielen ze moe in slaap. Het was midden in de nacht. De wind gierde over de witte vlakte.
Een sneeuwuil zat op een tak van de holle boom. Oehoe, riep de sneeuwuil. Haasje en Rammelaar lagen in de holle boom te slapen. Oehoe, riep de sneeuwuil weer. Haasje schrok er wakker van. Wat was dat voor geluid, Rammelaar? Vroeg ze ongerust. Het is niets, mompelde Rammelaar. Alleen de wind die door de takken blaast. Haasje voelde zich niet op haar gemak. Het leek wel of ze voetjes hoorde schuifelen. Maar nee, dat kon toch niet waar zijn. Haasje wilde haar oogjes weer dicht doen. Oehoe! Die sneeuwuil kon er maar geen genoeg van krijgen. Oehoe, 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 zeiden allemaal stemmetjes buiten. Haasje zat meteen weer rechtop. Haasje, schijn er toch eens uit met dat geoehoe, knorde Rammelaar. Ik wil slapen. Dat was ik helemaal niet, trilde Haasje. Dat kwam van buiten. Rammelaar spitste zijn oren. Haasje had gelijk. Hij hoorde allemaal stemmetjes. Voorzichtig staken Haasje en Rammelaar hun hoofd uit de holle boom om te kijken waar die stemmetjes vandaan kwamen. Oh, zeiden ze allebei tegelijk. Oh, zeiden allemaal kleine mannetjes die om de holle boom heen sprongen. In Lapland was altijd wel iets aan de hand. Wie zijn jullie nou weer? Zuchtte Haasje. Wij zijn de trollen van de holle boom, zei een van de kleine mannetjes vrolijk. Van de holle boom, zei de rest van de kleine mannetjes ook vrolijk. Wat een rare mannetjes waren dat, die trollen. En ze waren ook nog lelijk. Ze hadden vieze gerafelde kleertjes aan en ze sprongen heel gek op en neer. Waarom springen jullie zo gek op en neer? Vroeg Rammelaar brutaal. Een oude trol huppelde naar voren. Wij hebben last van midwintertenen, zei hij. Midwintertenen, zeiden de anderen. Daarom springen we op en neer, om onze tenen warm te houden. Haasje vond het zielig. Waarom zoeken jullie dan geen warm plaatsje? Wilden ze weten. Oh, maar we hebben wel een warm plaatsje. Alleen liggen jullie daar nu in. Dit is namelijk onze holle boom. Onze holle boom, wisten ook de andere trollen zeker. Rammelaar schaamde zich dat hij zo brutaal was geweest. De oude trol grinnikte. We vinden het helemaal niet erg, hoor, dat jullie hier slapen. Helemaal niet erg dat jullie hier slapen, zeiden alle andere trollen tegelijk. De oude trol huppelde nog wat dichterbij. We vinden jullie zo aardig dat jullie 3 vragen mogen stellen, zei hij gul. Daar hoefde Haasje en Rammelaar niet lang over na te denken. Weten jullie waar de kerstman woont? De oude trol knikte. Ja, dat weten we. Wat is de tweede vraag? Daar keken Haasje en Rammelaar raar op hun neus. Willen jullie het ons vertellen? Zei Haasje snel. De oude trol keek om zich heen. Alle andere trollen knikten. Ja, dat willen we wel. En wat is je derde en laatste vraag? Rammelaar dacht na. Waar woont de kerstman? Vroeg hij. De oude trol gaf meteen antwoord. De kerstman woont in de berg die kan horen. Niemand weet waar dat is, want dat is geheim. Maar de kerstman gaat elke dag de post halen op het postkantoor. Waar is het postkantoor? Vroeg Haasje gespannen. De oude trol schudde zijn hoofd. Dat is de vierde vraag en die doet niet mee. Maar toen Haasje en Rammelaar begonnen te snikken, zei hij... Nou, oké dan, voor deze keer. Als jullie morgen wakker worden, kunnen jullie hier vandaan het dorp zien. En daar is het postkantoor. Postkantoor, herhaalden de andere trollen. De trollen zijn best aardig, zei Haasje, toen ze even later weer in de warme holle boom lagen. Ja, zei Rammelaar, ik vind het alleen een beetje raar dat ze allemaal hetzelfde zeggen. Wees maar blij, lachte Haasje, anders wisten we nu nog niet waar we de kerstman kunnen vinden. Welterusten, Haasje. Tot morgen. Tot morgen, Rammelaar. We willen spelen en rollenbollen. We zijn de trollen, we zijn de trollen. We willen dansen en lekker dollen. We zijn de trollen, we zijn de trollen. Iedereen vindt een troll een beetje eng. Maar we doen nooit iemand kwaad. Dus je hoeft toch niet te schrikken. Een beetje plagen, een beetje zollen. We zijn de trollen, we zijn de trollen. Met onze grappen en onze rollen. We zijn de trollen, we zijn de trollen. Iedereen denkt alleen maar dat we lelijk zijn. Maar lelijk is juist mooi bij ons. Het is mooi bij ons. We kunnen stilstaan, we kunnen hollen. We zijn de trollen, we zijn de trollen. We kunnen draaien totdat we trollen. We zijn de trollen, we zijn de trollen. Iedereen vindt
vindt ons griezelig en veel te klein. We gaan onder de voordeur door, daar zijn we trollen voor. We zijn de trollen, we zijn de trollen. We zijn de trollen, we zijn de trollen. We willen spelen en rollenbollen. We zijn de trollen, we zijn de trollen. We willen dansen en lekker dollen. We zijn de trollen, we zijn de trollen. We zijn de trollen. Rakketakketakketak. De holleboom trilde helemaal. Rakketakketakketak. Ramlaar werd er wakker van. Oh, dat kan toch geen sneeuwuil zijn, Haasje, gaapte hij. Haasje wreef de slaap uit haar ogen. Nee joh, dat is een specht. Die tikt altijd met zijn snavel op een boom als hij een gaatje wil boren. Haasje had wel eens een specht op de televisie gezien. Wat een handige vogel, zei Rammelaar. Ze kropen naar buiten. Ja hoor, juichte Haasje. De trollen hadden gelijk, daar is het dorp. En ze wees naar een rookpluim in de verte. Blij renden Haasje en Rammelaar door het dikke sneeuwtapijt. Er wonen allemaal lappen, zei Rammelaar toen ze door de straten van het dorp liepen. Daar was het postkantoor. De postauto stond nog voor de deur. Dat komt goed uit, zei Rammelaar slim. Nu kunnen we onze brief weer pakken. In het postkantoor zagen ze de postzak voor de kerstman liggen. Rammelaar rende naartoe en begon erin te grabbelen. Hier Haasje, ik heb hem, riep hij opgewonden en hij hield de brief voor de kerstman omhoog. Joho, wat moet dat daar met mijn post? Het was de kerstman. Zijn pak en zijn muts waren rood met witte randjes en hij had een spierwitte baard. Haasje begon te stotteren. Dag, kerstman, deze brief is voor u. Hij is van ons, van u, samen met de tekening die erbij zit. Maar dat is nog een verrassing. De kerstman fronste zijn wenkbrauwen. Dus jullie hebben mij deze brief gestuurd. Haasje en Rammelaar knikten. De kerstman plukte eens aan zijn baard. Hij begreep er niets van. Maar waarom zijn jullie dan meegekomen, wilde hij weten. Om over Ober de Pinguïn te praten, zei Rammelaar opgewonden. De kerstman keek ineens bedroefd. Ober de Pinguïn heeft mij in de steek gelaten, zei hij verdrietig. Nee hoor, zei Haasje, Ober de Pinguïn is op visite bij de ijsprinses. De kerstman keek even verrast, maar toen klaarde zijn gezicht helemaal op. Verhip, zei hij, dat is waar ook. Ober de Pinguïn heeft mezelf gezegd dat hij een paar dagen bij de ijsprinses ging logeren. Nu weet ik het weer. De kerstman kreeg er een kleur van. Wat dom van mij, ik vergeet ook alles de laatste tijd. Haasje en Rammelaar waren trots dat ze de kerstman weer blij hadden gemaakt. Laten we meteen naar de ijsprinses gaan, riep de kerstman opgelucht. Jullie mogen met mij mee in de arreslee. Joepie, juichte Rammelaar, want zijn grootste wens ging in vervulling. Even later reden ze met de arreslee door de sneeuw. Rammelaar keek een beetje teleurgesteld. Wat is er, jonge vriend? Vroeg de kerstman. Niets, stamelde Rammelaar. Ik dacht dat de arreslee door de lucht vloog. De kerstman glimlachte. Ik laat de arreslee alleen vliegen als het nodig is. Rendieren zijn eigenlijk geen vliegdieren, begrijp je wel? Rammelaar begreep het wel, maar hij vond het niet leuk. De kerstman gaf Rammelaar een knipoog. Oké, voor deze ene keer, hou je vast. De arreslee kwam van de grond omhoog en even later zweefden ze boven de wolken. Onderweg vertelde de kerstman dat de ijsprinses in het ijspaleis woonde en erg eenzaam was. Haar vader, de ijskoning, is de vorst van de Noordpool. Vroeger was hij erg rijk, maar al zijn pegels zijn op. Nu is hij een vorst aan de grond. Haasje en Rammelaar hoorden nog maar half wat de kerstman allemaal vertelde. Door het wiebelen van de arreslee werden ze een beetje in slaap gewiegd. Rammelaar had een glimlach om zijn mond. Hij droomde dat hij een vogeltje was. In de arreslee, met de kerstman mee. En het rendier voorop, met de muts op zijn kop. In de arreslee, met de kerstman mee. Allemaal pakjes achterin, voor de grote en de kleine kinderen. Vlak bij de maan en de sterren.
zie de hele wereld bol van boven. Ik kan zwaaien naar mijn vriendje op de grond, maar die gelooft het niet wanneer die mij daar ziet. In de arreslee met de kerstman mee en het rendier voorop met de muts op zijn kop. In de arreslee met de kerstman mee, allemaal pakjes achterin voor de grote en de kleine kinderen. Op de bok ligt een grote gouden bel, die mag ik van de kerstman luiden. Hij rijdt al met al een tikkeltje te snel, maar ja, hij is gewend dat een rendier rent. In de arreslee met de kerstman mee en het rendier voorop met de muts op zijn kop. In de arreslee met de kerstman mee, allemaal pakjes achterin voor de grote en de kleine kinderen. Pakjes achterin voor de grote en de kleine kinderen. Haasje en Rammelaar werden wakker toen de kerstman op de deur van het vorstelijk ijspaleis bonkte. Rammelaar zette zijn oorwarmers op. Heb je het ook zo koud? Vroeg Haasje. Maar Rammelaar gaf geen antwoord, omdat hij Haasje niet kon horen. De deur van het paleis ging knarsend open. En daar stond Ober de Pinguïn. De kerstman en Ober moesten elkaar natuurlijk meteen knuffelen. Wat ben ik blij je weer te zien, zei de kerstman. Dit zijn Haasje en Rammelaar. Die wisten dat je hier was. Haasje en Rammelaar werden weer warm van trots. Kom binnen, zei Ober de Pinguïn, en hou je jas maar aan. Het is hier nogal frisjes. Ober de Pinguïn had niets te veel gezegd. Toen ze door het ijspaleis wandelden, zagen ze dat alles bedekt was met een dikke laag ijzel. Poeh, het is hier nogal frisjes, zei Rammelaar, die blij was dat hij zijn oorwarmers op had. Ze kwamen in de grote zaal. Oh, zeiden Haasje en Rammelaar, wat is het hier mooi. Maar wel erg koud, zei de kerstman. Ach, het went wel, zei Ober de Pinguïn dapper. Waarom wilde je hier logeren, wilde Haasje weten. Ober de Pinguïn streek een veertje recht. Om het een beetje gezellig te maken, zei hij. Nou, dat is dan niet gelukt, zei Haasje brutaal. Ober knikte. Het is hier veel te koud voor gezelligheid, klaagde hij. Het is zo zielig voor de ijsprinses, want niemand wil met haar spelen in die kou. Daarom ben ik hier gebleven, begrijp je? Haasje begreep het. Rammelaar keek vol bewondering rond. Aan het plafond hingen allemaal lampen van ijskristal en op de vloer lag een dik tapijt van poedersneeuw. Over de tafel kon je schaatsen en aan het eind van de zaal was een reusachtige deur die net openging. Daar was de ijsprinses. Ze was beeldschoon, maar ze zag bijna paars van de kou. Oh, wat een verrassing! De kerstman, zei ze blij. De kerstman maakte een buiging. Dit zijn Haasje en Rammelaar, uw vorstelijke hoogheid, zei hij plechtig. De ijsprinses was erg aardig. Willen jullie een ijsje? Vroeg ze. Ik heb honger, zei Rammelaar terwijl hij zijn oorwarmers afzette. De ijsprinses dacht even na. Er is kip, er is patat, er is appelmoes. Lekker, juichte Haasje en Rammelaar. Natuurlijk allemaal bevroren, zei de ijsprinses triest. Bedroefd ging ze op haar wit bevroren troon zitten. Ach, zuchtte ze, er is hier nooit warmte. Zelfs de zonnestralen bevriezen hier. Haasje en Rammelaar hadden medelijden. Hoe konden ze de ijsprinses helpen? Ineens wist Haasje het. Mevrouw de ijsprinses, waarom vraagt u niet een kacheltje aan de kerstman? De kerstman knikte. Heel even ontdooide het gezicht van de ijsprinses. Dank je wel, juffrouw Haasje. Dat is een heel goed plan. Kokosneeuw en sinaasappelijs. Al het lekkers dat je kan verzinnen. Maar het is niet echt een paradijs.
is het warmer dan binnen. Nooit brandt er een vuurtje in de open haard. Hier krijgt zelfs de kerstman ijzel in zijn baard. In mijn ijspaleis heb ik alles wat ik wil. Maar ik bieber en ik ril. En ik heb het altijd koud. In mijn ijspaleis is geen kachel en geen kaars. Je bevriest er pimpelpaars. En ik heb het altijd koud. En ik heb het altijd koud. Ik heb geen verjaardagsfeest gehad. En mijn vriendjes zijn me al vergeten. Alles is bevroren en keihard. Dus ze krijgen nooit een hap te eten. Niemand om te praten, niemand om me heen. Niemand geeft een kusje, want ik ben alleen. In mijn ijspaleis heb ik alles wat ik wil. Maar ik bibber en ik ril. En ik heb het altijd koud. In mijn ijspaleis is geen kachel en geen kaars. Je bevriest er pimpelpaars. En ik heb het altijd koud. En ik heb het altijd koud. Haasje en Rammelaar waren op bezoek bij de ijsprinses. Ober de pinguïn gaf iedereen een kopje ijsthee. Rammelaar kon niet roeren. Zijn lepeltje was vastgevroren. Het was niet gezellig bij de ijsprinses. We moeten maar weer eens gaan, zei de kerstman. Ik moet nog een heleboel cadeautjes inpakken. Mogen we meehelpen? Riepen Haasje en Rammelaar allebei tegelijk. Ze mochten meehelpen. Even later zaten ze weer in de arreslee, op weg naar het huis van de kerstman. Kijk, daar is de berg die kan horen, zei de kerstman. Binnen brandde de open haard en al gauw hadden Haasje en Rammelaar het niet meer koud. Mama Haas en papa Haas moesten eens weten dat ze bij de kerstman thuis waren. Ober de pinguïn bracht lekkere chocolademelk en iedereen kreeg een sneetje stol met spijs. Zo, nu gaan we naar de cadeautjeskamer, zei de kerstman en hij veegde de kruimels uit zijn baard. Haasje en Rammelaar hadden nog nooit zoveel speelgoed bij elkaar gezien. Er lagen stapels teddyberen, autootjes en wel 1000 spelletjes. Oh, kijk eens Haasje, zei Rammelaar, een autootje dat vanzelf rijdt. Haasje had alleen maar oog voor de poppen. Niet één was er hetzelfde. En niet één was er zo mooi als die ene die mama kon zeggen. In het midden van de cadeautjeskamer stond een grote ronde tafel vol cadeaupapier. Mag ik de strikken maken? Vroeg Haasje. Nou, vooruit dan, bromde Ober de pinguïn, want het was eigenlijk zijn werk om strikken te maken. De kerstman knipte met zijn vingers en al het speelgoed begon te leven. Zo gaat het sneller, zei de kerstman. Een lange stoet van poppen, autootjes en ander speelgoed liep over de tafel. Eén voor één pakte de kerstman ze in, terwijl Haasje er mooie strik omheen maakte. Rammelaar en Ober stapelden de pakjes op in de arreslee. De kerstman was weer helemaal vrolijk. Ober de pinguïn was terug en hij hoorde ook weer kinderstemmetjes in zijn hoofd. Joho, riep hij iedere keer als er weer een pakje klaar was. De vrouw van de kerstman bracht allemaal lekkere hapjes. Maar Haasje verlangde naar huis. Wil je naar huis, Haasje? Vroeg de kerstman. Haasje knikte. Ik mis mama Haas en papa Haas, zuchtte ze. Ze zijn vast erg ongerust, bedacht Rammelaar opeens. De kerstman glimlachte. Weten jullie dat de kerstman kan toveren? Zijn stem klonk heel geheimzinnig. Ik kan niet alleen kindertjes blij maken of door de lucht vliegen, maar ik kan ook de klok terugdraaien. Morgen als jullie wakker worden, is het net alsof jullie niet weg zijn geweest. Haasje en Rammelaar waren sprakeloos. Maar hoe kan dat dan? Vroeg Rammelaar nieuwsgierig. Joho, dat is het geheim van de kerstman, zei de kerstman. Laten we maar gaan, dan liggen jullie weer gauw in jullie eigen warme bedje. Met een arreslee vol cadeautjes vlogen ze even later van de Noordpool naar huis.
Haasje en Rammelaar, wakker worden, luiwammessen. De stem van mama Haas galmde door het huis. Rammelaar rekte zich eens lekker uit. Wow, gaapte hij. Waar ben ik ook alweer? Nog een beetje suf keek hij om zich heen. Hij was weer thuis in zijn eigen bedje. Zijn beste vriendje Beertje lag naast hem op het kussen. Haasje, Haasje, kijk eens, riep hij. Wat was Haasje blij toen ze haar eigen spulletjes weer zag. Het was kerstmis. Het hele huis rook naar dennengeur. Daar kwam mama Haas net binnen met het kerstontbijt. Zo zijn jullie daar eindelijk, slaapkoppen, lachte ze. Ze gaf Haasje en Rammelaar een stevige knuffel. Vrolijk kerstfeest, zei ze. Vrolijk kerstfeest, zeiden Haasje en Rammelaar in koor. Heb je ons erg gemist? Wilde Haasje weten. Mama Haas keek verbaasd. Gemist? Hoezo gemist? Vroeg ze. Zie je wel, Haasje, fluisterde Rammelaar. De kerstman had gelijk. Het is alsof we niet weg zijn geweest. Er was voor iedereen een sneetje stol met spijs. Rammelaar had er eigenlijk niet zijn trek meer in, want hij had bij de kerstman al zoveel gegeten. De kerstboom schitterde bij het licht van de kaarsen. Onderaan de boom lagen allemaal pakjes. Kijk eens onder de kerstboom, zei papa Haas opgewekt toen ze klaar waren met eten. De kerstman heeft vannacht allemaal cadeautjes rondgebracht. Haasje en Rammelaar wisten er alles van. Laten we ze maar snel gaan uitpakken, zei mama Haas. Daar hadden Haasje en Rammelaar wel oren naar. In het pakje van papa Haas zaten nieuwe pantoffels. Dat kwam goed uit, want de oude pantoffels van papa Haas waren zo versleten dat zijn tenen eruit staken. Hoe wist de kerstman dat nou? Zei papa Haas blij. Om het cadeautje van mama Haas zat een mooie strik. Die strik heb ik gemaakt, dacht Haasje, maar ze hield haar mond. Mama Haas glunderde helemaal toen ze haar cadeautje had uitgepakt. Oh, wat een heerlijke zeep, zuchtte ze. En ze sloot haar ogen om nog eens te ruiken. Precies mijn smaak. Dank je wel, lieve kerstman. Joepie, wat een verrassing, riep Rammelaar toen hij zijn pakje uitpakte. Er zat een autootje in dat vanzelf ging. Precies zoals ze bij de kerstman in de cadeautjeskamer rondreden. Haasje pakte haar cadeautje. Toen ze het per ongeluk schudde, zei een stemmetje vanuit het pakje: Mama! Het was de allerleukste pop die ze ooit had gezien. Tussen alle cadeautjes lag ook een mooie kerstkaart. De groeten van Ober de Pinguïn stond erop te lezen. Wie is dat nu weer, die Ober de Pinguïn? Vroeg mama Haas nieuwsgierig. Maar toen Haasje en Rammelaar vertelden welk avontuur ze in Lapland hadden beleefd, moesten mama Haas en papa Haas alleen maar lachen. Nou, nou, jullie hebben flink gedroomd vannacht, zei mama Haas. Zie je wel, Rammelaar, zei Haasje, ze geloven ons toch niet. Rammelaar mocht een chocoladekransje uit de boom halen en Haasje zong kerstliedjes met mama Haas. Toen Haasje en Rammelaar na een lange dag vol leuke dingen in hun bedje lagen, waren ze moe van alles wat ze hadden beleefd. Wat is het toch gezellig om thuis te zijn, hè, zei Rammelaar na een poosje. Nou en of, antwoordde Haasje, in ieder geval gezelliger dan bij die arme ijsprinses. Rammelaar zuchtte. Ik vind het zo jammer dat het morgen geen kerstmis meer is. Ja, jammer, vond Haasje ook. Maar volgend jaar is het gelukkig weer kerstmis, geeuwde ze. Het bleef even stil. Welterusten, Rammelaar, zei Haasje zachtjes. Maar Rammelaar was al in dromenland. Joho, zei hij alleen nog maar. Ik wou dat het altijd kerstmis was. Ik wou dat het altijd.